Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het Politiek Café. Ook deze keer zitten we weer in De Koning in Hilversum. En ik ga meteen met de deur in huis vallen. We gaan direct beginnen. Als ik hier de deur uitloop en even 100 meter naar rechts loop, dan sta ik voor de poptempel van Hilversum, de Vorstin. Momenteel is het zwaar weer voor de Vorstin. Ze hebben tekorten en hoe gaan ze hier precies bovenop komen? Dat is waar het eerste onderwerp aan tafel over gaat. Bij Boy aan tafel zitten nu Frits Vogel van de VVD en Jan Kastje van GroenLinks. Goedenavond, heren. Goedenavond. Zoals Suzanne al zei, tekorten bij de Vorstin. Ik begreep inmiddels al meer dan 150.000, 250.000 euro. Nou, de VVD had al een oplossing, meneer Vogel. We gaan gewoon de hele leiding vervangen daar. Nou ja, wij waren, en ik denk niet als enige, toch wel verbaasd, maar ook wel geschrokken over dat je 5 jaar na dato ineens met dit soort tekorten wordt geconfronteerd. En na 5 jaar moet je toch een beetje weten van, goh, wat wordt er gevraagd? Waarvoor ben ik als Vorstin in ieder geval als gesubsidieerde instelling actief? En hoe vang ik eventuele tegenvallers op? En ja, ik schrik dan als ik constateer dat er gewoon de huur niet meer betaald wordt. Ja. En dat er tekorten ontstaan. En dan raak je in van, paniek. Nou, paniek is niet het woord. Ik zou alleen wel verwachten van het management dat ze, laat ik zeggen, daar eerder over communiceren. Ook richting de gemeente. Van, hey, we hebben een probleem cashflowmatig. Ja. We hebben een plan om dat zo en zo op te lossen. Nou, dat is allemaal niet direct gebeurd. En dan denk ik een beetje, en ze zijn nu met een nieuw plan bezig, terecht denk ik. He, van waarvoor zijn wij eigenlijk op aard? He? Die discussie voeren ze met zichzelf. Van hoe zorg je nou dat je relevant bent en dat binnen de kaders doet, in ieder geval binnen de subsidierelatie die je met de gemeente hebt. Ja. En dat vind ik wel de uitdaging. En dat mag je ook een directie op afrekenen. Als zij maar dat daar had niet je al gedaan, de directie afrekenen. Want er stond gewoon een stuk dat de leiding maar weer weg moest. Nou ja, we hebben, kijk, het goede nieuws, het relatief goede nieuws is dat de leiding zelf erkent van ja, oké, we hebben hier een dingetje. Dus ze gaan zelf weg. Ze hebben gezegd, wij gaan de subsidieaanvraag niet verhogen. Nee. Dat is belangrijk. He, want de indruk ontstond natuurlijk dat uiteindelijk alle tekorten weer bij de gemeente terecht zouden komen. Dus ze nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Ze zijn ook met een nieuw plan bezig, hebben maatregelen genomen. Nou, dat prijs ik in ze. Aha, u bent weer positief aan het worden. Nee, dat zeg ik niet, want je moet eerst zien wat ze leveren. Ik denk, als ik gewoon kijk naar het economisch tij, ze zijn in een moeilijke periode ook economisch begonnen. Bezoekersaantallen zijn nog best op orde. Alleen de omzet is minder en dat is toch frappant. Hè? Dat je dan constateert dat de mensen hebben wat meer te besteden, maar uiteindelijk valt dat niet terug te zien in de resultaten die ze boeken. Ja. Nou, en er zijn er allerlei excuses die opgevoerd worden. Vaak ligt het weer buiten de Vorstin, denk ik. Nee, jij bent daar als directeur actief en mede dus, het bestuur leveren. Gewoon zorgen dat het op orde is. Dus moeten ze weg volgens mij? Nou ja, ik ga daar verder niet over. We hebben alleen gezegd. Ja, ik bedoel, uiteindelijk zijn wij niet degene die de directeur van de Vorstin ontslaan. Wij hebben alleen de suggestie gedaan, als ze niet in staat zijn om het tijd te keren, dan moet je echt overwegen of daar niet een andere bestuurder nodig is, een andere directeur die dat wel kan. Meneer Kastje, ik zie u knikken van nee. Nee, terecht. Kijk, terecht. Als gemeente gaan wij niet over hoe een onafhankelijke stichting klopt. Draait en rijlt en zeilt. Dat doen wij bij geen enkele instelling. Dus ik vind het ik vond het een onaangename overigens. Stellingname van de VVD en bij mij is het ook volstrekt onterecht. De heer Vogel wees er al op, ze hebben inderdaad ook een aantal, bijvoorbeeld in de programmaafdeling, een aantal maatregelen genomen. Maar laat ik even vooropstellen dat dat natuurlijk ook wel ergens vandaan komt. En mijn pleidooi zou zijn om dus Vorstin wat structureler te financieren, programmatisch te financieren, omdat, en dat is ook terecht waar ze de Vorstin in hun brief op wijst. Het is een seizoensbedrijf, maar je moet voor bepaalde bands die bepaalde publieken trekken en daarmee ook omzet, meneer Vogel, moet je op een gegeven moment misschien wel 1,5 jaar van tevoren kunnen boeken. Ja, en in de huidige financiële systematiek, zoals wij dat hier met deze gemeente geregeld hebben, kunnen ze dat niet. Nee. Ja, dan bak je ook wel een beetje dat soort dingetjes in. En eigenlijk zeg ik ondertussen ook wel, ook een beetje in hoe ze nou omgaan, iedere keer weer die VVD met die discussie over dat miljoen aan huur en zo. Ja, kijk, voor de VVD, ze hebben dat toen toch ook tegengestemd, had die Vorstin nooit mogen komen. Ze hebben die strijd verloren.
En nog steeds mag Hilversum daar de rekening voor betalen. Nou, daar moeten we een beetje mee ophouden. Nee, daar wil ik wel even op reageren. Dat dacht ik al. Wij beginnen nooit over die discussie over die miljoen aan huur. Daar beginnen namelijk de andere partijen over. Dat het te veel is, dat het minder moet worden. Pardon? En dat we dan maar significant moeten afschrijven op het pand. Hè, die discussie wordt altijd weer naar voren gebracht. En uiteindelijk is het vestzak broekzak. Wij betalen een 960.000 euro aan extra subsidie voor de huur. Die wordt weer keurig teruggestort naar de gemeente. Dus daar geen discussie over. Nou, maar de vraag is waarom er... We zien diezelfde ontwikkeling nu in Utrecht. Hè? Dus het alleen factor 10. Daar hebben ze ook een poppodium neergezet. Ook veel Tivoli, buiten de begroting gelopen. Ook 1,5 miljoen tekort gewoon op de lopende begroting. Er zit geen VVD in het college? Nee, er zit geen VVD in het college, dus dat scheelt. Maar het gaat gewoon om, blijf nou eens binnen die kaders. En natuurlijk, de stichting is niet verantwoordelijk voor de bouw. Hè. Ik bedoel, helemaal eens. Alleen, het is wel zo dat uiteindelijk je ook als poppodium moet afvragen van waarom en welke functie heb ik in die Hilversumse samenleving? En het gaat niet over het feit dat de programmering te duur is en niet gefinancierd kan worden. Het gaat gewoon, als je kijkt naar de tekorten, dat er minder bierconsumptie is geweest. En die bierconsumptie een belangrijke rol heeft in uiteindelijk het ronddraaien van je exploitatie. Dus wij drinken te weinig bier? Ik denk dat de conclusie is, dat er te weinig bier gedronken wordt. Ja, absoluut. Dan moet je dus wel mensen hebben daar. En meer mensen hangt ook samen met een goede programmering. Eens. De kwaliteit van de programmering. En dan kom ik maar eventjes weer terug op mijn suggestie. De kwaliteit van een goede programmering hangt ook met boeken van bepaalde bands die publiek trekken, die omzet daarmee trekken. En daarin moeten we als gemeente gewoon anders die financiering regelen. Twee, eventjes over die huur. Kijk, waarom is die relevant? Omdat, om twee redenen. Eén, hij vervuilt het cultuurbudget en de discussie hier in Hilversum. Want er wordt altijd met een heel schuin oog gekeken door ook de rest. Van ja, maar waarom krijgt die vorstin nou zoveel huur? Twee is, en dat is een pervers effect, doordat in de beeldvorming in Nederland de vorstin zoveel huur krijgt, gaan op een gegeven moment bepaalde acts gewoon hun prijzen verhogen. Dat is dus ook een pervers effect, dat moet je niet willen. Dus daarom is die discussie wel degelijk relevant. Ik constateer maar eventjes dat dat gebouw 11 miljoen heeft gekost. Ja, meneer Vogel, meer dan we ooit begroot hebben. Maar het gebouw staat er nu. Het gebouw heeft een functie voor Hilversum, want dat stelt u ter discussie. Maar dat is nee, er eenmaal dat stel zo. Ik niet ter discussie. Het is een poppodium. Laten we daar alsjeblieft wat van maken. Ook met meerwaarde voor Hilversum. En dan constateer ik maar eventjes dat het gebouw 6 miljoen waard is. En we rekenen een huur op basis van 11 miljoen. Ja, dat kan ik niet rijmen. Oké, meneer Vogel. Nee, dus ik constateer maar even dat er hier dus een serieuze afschrijving gaat plaatsvinden op het gebouw. Nee, dat is onzin. Dat is dan wat er gebeurt. En er moet dus uit de reserves 5 miljoen afgeboekt worden. Mag ik u onze financiële subsidie even uitleggen, meneer Vogel? Ook voor de kijkers, begrijpt u die? Ook voor de kijkers thuis wel even. Voor een VVD of wat? Nee, dit is gewoon afboeken. Ja, want dan ga je naar een lagere huur. Dus ergens moet dat vandaan komen. Oké. De VVD onderschrijft het belang van de vorstin. Daar ook geen enkel discussie over. We zijn ook blij. Met en hou ze ook op in die zure toon. Nee, ik ben helemaal niet zuur. Ik ben heel realistisch. Ik verwacht gewoon, zeker 5 jaar na dato, dat je gewoon A, anticipeert op de ontwikkelingen. B, op het moment dat je zegt, ik kan een goede band niet programmeren, dan kom je met een plan, ook richting eventueel de gemeente, van hey, hoe kunnen we een financieringsarrangement regelen, om in ieder geval te zorgen dat ik dat wel kan realiseren. Dus staat dat is vooruitkijken. Dus het en staat dat, open voor die discussie die ik ja, maar die discussie hebben we al gehad. Want 2 jaar geleden hebben we ook gezegd, om die reden, er is wat meer cashbehoefte bij de vorstin noodzakelijk, ook om de bierafrekening te kunnen doen. En daar is toen al een ton bij geplust om dat te kunnen realiseren. Ik heb het over wat structurele financiering in plaats van nee, ik ga niet in op structurele financiering, want je moet ook gewoon kijken van, wat is het doel van de vorstin? En ik vind het subsidiebedrag wat er nu voor staat, vind ik voldoende. Eventjes, volgende week sluit theater Achterom de deur, hè? Ja. Dat is ook inmiddels doorgedrongen, neem ik aan. Zij zijn het slachtoffer geworden van die mislukte fusie met de vorstin, volgens mij, toch? Kijk, volgens mij heeft Stichting Achterom een eigen keuze gemaakt. Ja. Weer even. Dat is de onafhankelijkheid van zijn stichting om daarin iets te doen, of te bepalen, of te laten. Maar min of meer gedwongen toch, hè? Ik vind die discussie wel heel erg ongelukkig aangevlogen in het begin, een paar jaar geleden. Absoluut. Ze werden min of meer gedwongen in een soort keurslijf om met de vorstin iets te doen, terwijl de vorstin niet geschikt is voor theater. Ja. Als ze dingen meer. Ja, dat vond ik erg onhandig. Heb ik Wethouder Jeger horen zeggen in zo'n cultuurvergadering, dat die 2,5 ton, die van Theater Achterom, die normaal eraan betaalde, die kan die herverdelen. Nou, dan kan het toch naar de vorstin toe?
Nou, de heer Jeger heeft aangegeven, en dat is ook het beleid, dat meer op programma's gesubsidieerd zal worden. Ja. Dus er is een. Kijk, vroeger deden we instellingen subsidiëren. Een theater, een poppodium, een museum. En nu zeggen we nee, we willen ook dynamiek krijgen in die culturele samenwerking. Maar dat kost ons een theater. Nou ja, dat kost ons een theater. Ik bedoel, als iemand met een leuk theaterprogramma komt, dan kan hij misschien een stukje programma financieren. Ja, maar we gaan niet meer instellingen. Meneer Vogel, hebben we toch een verschraling van het culturele aanbod in Hilversum? Nou ja, dat is toch doodzonde? Theater achterom, met alle respect, 90 stoelen, daar kan je niet over een verschraling van het theateraanbod spreken. Pardon? Dat was echt te klein. Dus die moesten of een slag maken. 10.000 bezoekers per jaar. Ja. Nou, daar zit de amateur in. Hè? En dus even, dat maakt wel niet uit. Nee, maar die gaan nog steeds door. Wat voor visie is dit? Dus het praat over mensen die een kaartje kochten voor het theater achterom voorstellingen. En dat waren er niet zoveel. Het gaat op een gegeven moment om een specifiek publiek, wat inderdaad 10.000 bezoekers per jaar, daar iets vond. En wat dus een aanvulling was op het culturele kanaal. Ja, maar amateur gaat gewoon door en die hebben geen subsidierelatie. Die doen het allemaal zelf. Die kunnen de huur zelfs betalen. Dus laten we die twee dingen wel even uit elkaar houden. Ja, het is nog even afwachten overigens. Nee, die betaalde toen ook al de huur, volledige huur voor de stichting Theater Achterom. Okay. Dus. De Vorstin, gaat het goed komen, meneer Vogel, wat u betreft? Ja, kijk, de Vorstin, ze zijn met een nieuw plan bezig. Ik wacht het af. Dus voorlopig vallen er geen koppen. Ik wacht eerst even gewoon hun plan af. En ze hebben aangegeven. En dus ik heb een beetje voorbarig, eigenlijk. Ik heb een goed gesprek ook met ze gehad. Ook met de heer Schepers daarbij. En ze hebben aangegeven dat er komt geen extra subsidieaanvraag. Nou ja, ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is. Oké. Komt het goed met de Vorstin? Ja, ik vind de winst van vanavond alweer dat de heer Vogel en de VVD de waarde van de Vorstin erkennen. Dat ze erkennen dat ze niks te zeggen hebben over een onafhankelijke stichting. Dus dat vind ik ook waardevol. En laten we nou eens even naar een wat positievere klimaat rond die Vorstin toe gaan. Want dat verdient heel veel. Oké, laten we met die positieve woorden afsluiten. Ik dank u allebei voor de discussie. Graag en we gaan er zeker weer een keer op terugkomen hoe het verder gaat met de Vorstin. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan gaan wij naar het volgende en dat is muziek. En daarvoor ga ik vragen of Sjoerd naast mij wil komen zitten. De muzikale omlijsting vanavond hebben we uiteraard weer verzorgd. En dat is vanavond Writers' Day. Sjoerd eigenlijk, hallo. Hi. Leuk dat je kon komen. Dankjewel. Eventjes heel erg kort. Ik heb jou net natuurlijk al even horen spelen, dus ik weet wat je doet. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wat voor muziek maak jij precies? Het is een kruising tussen pop en Americana. En Americana is weer een kruising van country en pop. Dus het zit een beetje in de Amerikaanse muziek. En daar kom ik ook graag. Dus dat is de muziek die ik maak. Maar goed, een genre is altijd moeilijk om aan te geven. Als je zegt, ik ben een hardrocker of ik ben een Latin muzikant, dan is het helemaal duidelijk. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel genres die heel veel overeenkomsten hebben. En Americana en pop liggen, toch ook wel in elkaars verlengde. Ja, zeker. Interessante combinatie ook. Inderdaad, je zei het al, populair in Amerika. En ik heb me laten vertellen dat jij daar enige tijd rond hebt getoerd. Hoe zit dat precies? Ja, meerdere keren. Ik kom daar al een aantal jaren, En dan ga ik dan minimaal een jaar toeren. En de eerste keer is dat op de Bonnevoie gegaan. En heb ik gewoon heel veel plekken bezocht. Van Nashville naar New Orleans, van Atlanta naar Memphis. Veel spelen in allerlei clubs. Dan op een gegeven moment ken je wat mensen. Dan gaan mensen je mailen van leuk, kom nog eens een keertje langs. Dan wordt dat wat serieuzer. Dan mag je in de Bluebird Café komen spelen. En dan mag je in Los Angeles een aantal shows geven met gastmuzikanten. En dan de derde keer, dan gaat dat nog beter. Maar ik ben nu hier in Nederland en ik ben ook gewoon een Hollandse jongen. Dus we zijn ons een beetje aan het concentreren de afgelopen maanden, half jaar, om het ook in Nederland gewoon wat beter bekender te worden. En dat lukt aardig. Twee singles zijn bij de NPO 2 veelvuldig gedraaid. En, Nog even terug. Je mag terug naar Amerika. Ik ben toch wel benieuwd, jij treedt hier veel op. In Amerika ook. Wat is nou het grootste verschil voor jou? Het grootste verschil is denk ik wel dat als je daar in Amerika met een gitaar loopt, dan doen de mensen, en ik weet niet, het is ook op televisie geloof ik, hè, dan doen de mensen dit. En die hebben het dan niet over subsidies over of wat dan ook voor geneuzel. Die hebben het dan over het feit dat een muzikant iets bijbrengt, iets
toevoegt aan maatschappij op allerlei niveaus. En dat die waardering, die zie je heel erg in Amerika. Dat is nog heel diep daar, zit dat erin. Maar hoe voeg jij dan iets toe aan de maatschappij? Heb jij het echt in jouw muziek ook over belangrijke maatschappelijke onderwerpen? Ja, zeker. Maar ik denk dat elke muzikant, en dan heb ik het niet over de hele platte muzikanten, maar een muzikant die gewoon iets vertelt over zijn gevoelsleven en dat uitdrukt in een universeel lied. Of juist een topic aanpakt wat in de maatschappij speelt. Daar gaan je teksten over. En wat ik als muzikant probeer altijd, is het moment van nu te vangen in een song. En dat kan een boos lied zijn, dat kan een droevig lied zijn, dat kan een vrolijk lied zijn. Dat hangt helemaal van de situatie af. Dus het is heel persoonlijk, maar het is ook gewoon hoe je kijkt naar de wereld. Wat is het eerste nummer dat je nu voor ons gaat spelen? Dat is een nummer wat ik geschreven heb in New York. En dat is eigenlijk een lied wat gaat over dat je de mensen die je achterlaat, dat je die mist. En het heet Taking a Train Home. Soft rain and bright lights, I'm looking for some peace tonight. It's getting late and I'm doubting out loud, my son, am I the one you need right now? I'm taking a train coming. Taking a train home. My restless mind travels in between lost and found. I miss you, boy, when you're not around. And there is silence after my final bow, as my footsteps echo in this empty hall. I'm taking a train coming home to you. I'm taking a train home. Lights, just another pillow, just another crossroad, just another station that I'm passing by. We staan midden in het centrum van Hilversum. En dat centrum van Hilversum is altijd wel onderwerp van discussie. Het moet aantrekkelijker, er moet minder leegstand komen. Het lang gewenst moet worden opgeknapt. En om al die dingen te realiseren heeft het college laatst al een centrumvisie opgesteld. En om dat nu nog eens uitgebreider te maken en om dat meer kracht bij te zetten, is er een heuse centrummanager aangesteld. Wat hij allemaal van plan is, horen we graag aan tafel bij Boy. Dit is Kjeld Volsjan. Hartelijk welkom, meneer Volsjan. Dank u. Wij kennen u niet, Hilversum kent u nog niet. En daarom hebben we afgesproken met u dat u in ongeveer anderhalf minuut, misschien twee minuten, even op camera, die camera, gaat vertellen wie bent u, wat doet u allemaal. Even kennismaking met de Hilversummers. Zal ik dat kort doen? Ja. Ik richt mij tot de kijkers thuis.
Goedenavond, mijn naam is Kjeld Vosjan. Ik ben afgelopen zondag 39 jaar geworden. Gefeliciteerd. Dank u, dank u. Ik woon in Vleuten, onder de rook van Utrecht. Onderdeel van de grootste nieuwbouwwijk van Nederland. Ik werk voor mezelf. Dat doe ik inmiddels 3 jaar. En ik doe veel op het gebied van, ik zeg altijd daar waar bedrijfsleven en organisaties en overheid bij elkaar komen. Als je het hebt om vestigingsklimaat op bedrijventerreinen in centrumgebieden, is dat een beetje mijn werkterrein. Hilversum dus ook in dit geval per 1 november. Centrummanager. Formeel moet ik nu nog zeggen kwartiermaker centrummanagement. En vanaf 1 januari geloof ik centrummanager. Dat is een formaliteit. En gaan we kijken of we de neus een beetje dezelfde kant op kunnen krijgen hier in het Hilversumse. Nou, dank u wel. Was kort en krachtig. U zei al, u bent kwartiermaker, per 1 januari gaat uw baan in. Is dat een fulltime baan? Nee, nee. Oh, voor hoeveel uur dan? Ik ben aangesteld voor 20 uur per week. 20 uur per week, dus u bent een part-timer? Ja, ja. Ja. Ah, kijk. Dat wil ik graag zo houden. Ik wil graag nog wat ruimte voor andere klussen. En is dat voor onbepaalde tijd? Nee, zeker niet voor onbepaalde tijd. Hoe lang dan? We hebben dat geknipt in 3 fases. Althans, met elke keer een go-no-go. We beginnen deze 2 maanden, november, december. En dan no-go? Dan hebben we een moment om met elkaar eens af te tassen. Klikt het, klikt het niet. Proeftijd dus. Zo zou je het kunnen zien. Ja. Zo zou je het kunnen zien. Vervolgens hebben wij 2016, als we met elkaar besluiten door te gaan, nou, daar gaan we wel vanuit. Dan zitten we 2016 aan elkaar vast. En dan gaan we daarna weer kijken of 2017 ook nog een periode is dat we dat met elkaar doen. Okay. Wat zijn nu eigenlijk uw bevoegdheden? Want manager, dan denk ik, die stuurt mensen aan of zo. Ja, centrummanager, ik zeg altijd maar, als centrummanager ga je over alles, maar tegelijkertijd over niks. Dat is een beetje de bevoegdheid die je hebt. Dat wordt een beetje vaag dan. Ja, vaag, maar wel nodig, denk ik. Er is iemand nodig die het centrumbelang naar voren brengt. Ja. En we hebben natuurlijk een aantal partners hier in het centrum. Ze dat zelf niet, die mensen dan? Al die partners hebben een eigen belang. Ja, de winkeliersvereniging. Ja, ja. Die zijn de winkeliersvereniging. We hebben de Hilvertshof, we hebben de Gooise Brink. Ja. Die hebben allemaal een eigen belang. Maar om net even verder te kijken naar ook het belang van centrumbreed. En dat is soms echt nog wel een ander belang als je eigen belang. Ja, ja, dat is voor heel veel ondernemers en organisaties best een uitdaging. Ja. En als iemand daarbij kan helpen door ze daarop te wijzen, door ze aan elkaar te verbinden, dan is dat voor heel veel mensen prettig. En ook niets nieuws, hè. Er zijn heel veel steden die inmiddels zo werken. Bent u dan gewoon een soort netwerker dan? Een belangrijke verbinder. Maar ik zeg altijd, verbinden wel met de visie naar iets toe. Ik ga niet iedereen lopen verbinden of alles lopen verbinden. Dat is ook zinloos. Dus we gaan met elkaar een punt aan de horizon afspreken waar we naartoe willen. Nou, dat is iets wat ik niet bedenk, maar dat is iets wat de partners in het centrum met elkaar gaan afspreken. Ja. En ik ga zorgen dat de partijen verbonden worden met elkaar, zodat we dit punt op de horizon halen. Wat zijn nou uw bevoegdheden? Want dat snap ik even niet eigenlijk. U gaat mensen verbinden. Om het iets formeler te maken, we hebben nu een platformcentrum waar een aantal partijen informeel met elkaar samenwerkt. Ja. De bedoeling is dat straks formeel een stichting gaat worden. En daar wordt u de baas van? Nee, daar word ik zeker niet de baas van. Die stichting die gaat straks een deel van het stadsfonds inzetten als budget voor het centrum. Ja. Dus we krijgen een veel gerichter inzet van het stadsfonds voor het centrum. Heeft u ook aan meegewerkt aan het stadsfonds volgens mij? Ja, klopt. Heb ik in opdracht van de BV Hilversum en de gemeente een adviestraject. Zodoende ben ik hier eigenlijk ook hier in het centrum terechtgekomen. Ja. We gaan wat gerichter het stadsfonds inzetten. Dus we gaan met elkaar afspreken per jaar. Jongens, we hebben het stadsfonds. 1,5 ton volgens mij op mijn hoofd. De gemeente doet er nog eens cofinanciering bij. Wat vinden we nou dit jaar de essentiële zaken die we willen financieren? En dat kan van alles zijn. Hè? En die zaken gaan we met elkaar afspreken. En mijn rol is om te zorgen dat dat plan ook uitgevoerd wordt. Nou, de werkweek begint volgende week. U gaat 20 uur werken. Wat doet u in die 20 uur? Tot januari is dat heel veel gesprekken voeren met allerlei ondernemers. Dus je gaat de hele dag zitten... Veel kletsen. Kletsen. Veel kletsen. Met iedereen. En nog veel meer luisteren. En dan mag je zelf bepalen met wie we gaan kletsen. Dan krijg ik een lijstje van allerlei belangrijke stakeholders hier in het centrum. En ik bedenk zelf uiteraard ook wel wie ik denk dat belangrijk is en handig is om te spreken. Ja. En ik ga ze helemaal leegzuigen met wat is er aan de hand, wat willen we. Wat gaat u nou straks voor een dorpcentrum of een stadcentrum? Stadcentrum. Een stadcentrum? Stadcentrum.
Nou, dan krijgt u nog wel tegenstand in Nederland. In Hilversum bedoel ik. Nou, er is al een stadsfonds, geloof ik. Dus voor mij is de weg ingezet. Afrekenen met de cultuur hier in Hilversum dat we naar het dorp gaan. Nou ja, dat we is, zijn. Iedereen mag vinden wat hij wil vinden. Maar ik vind Hilversum een stad. Ja, maar je komt het fleuten. Ik kom het fleuten. Dat is echt een dorp. Dat is echt een dorp. Groot verschil met Hilversum. Ja, een groot verschil. Dus u gaat er een stad van maken. Nou, dat vind ik heel opvallend. Ik vind dat het al een stad is, hoor. Ja. Ik wil met u even, want ik heb wat dingen van u gelezen, even wat uitspraken met u doornemen. Ja. Die ik zo maar even las, die u in interviews in de krant heeft gegeven. En dan zegt u, de leegstand valt wel mee in Hilversum. Nou, daar schrik ik van. Als ik door de Kerkstraat loop, ik loop door de Gooise Brink, ik kijk naar de Hilversum, daar staat heel veel leeg. Ja. Dus het valt wel mee. Als je het vergelijkt met andere steden, Maar dan valt het. Nou ja, de cijfers tonen het ook aan. Ja? Op welke plek staan we dan als Hilversum qua leegstand? Weet ik zo niet helemaal. Geen idee. Nee, weet ik niet helemaal. Hilvertshof is natuurlijk een verklaring voor. Hè. Daar wordt hard gewerkt aan een nieuwe Hilvertshof. Dus dat is, laat ik zeggen. Mag u ook beslissen wat erin komt? Gemaakte leegstand? Nee. Primark, vindt u een goed idee daar? Vind ik een heel goed idee. Vindt u een heel goed idee? Ja. Okay. Ik denk dat Hilversum Centrum heel blij mag zijn met de Primark. Prima. Ik geef het door met het lijstje wat u nog meer gezet heeft. U gaat de pluspunten van het centrum beter communiceren. Wat zijn die pluspunten eigenlijk? Nou, we hebben echt een paar hele mooie retailers in dit dorp. Of deze stad, zoals u wil. Ik noem de Kookwinkel, die kennen we allemaal. Ja. We hebben aan de Schoutstraat een paar nieuwe horecazaakjes, daghorecazaakjes. Ja. Nog redelijk onbekend volgens mij, want ik spreek iedereen over de Schoutstraat. Iedereen zegt van leegstand. Ik denk, nou, loop er eens door. Er zit veel wisseling in, dat klopt. Ja. Maar er zitten een paar hele leuke nieuwe horecaformules. Dat zijn de pluspunten. Er is onderscheidende horeca hier, er is ook onderscheidende retail hier. En dat zijn dingen die we eigenlijk niet vertellen met elkaar en zeker niet delen met elkaar. U zegt ook, Hilversum doet het niet slecht in vergelijking met andere steden. Het aanbod van winkels, cultuur en horeca is behoorlijk gevarieerd. Nou, u heeft net gehoord dat we volgende week een theater sluiten. Dus het wordt een stuk minder gevarieerd, toch? Dat weet ik niet. Zo diep zit ik nog niet in het Hilversum om dat te kunnen beoordelen. Ik ken het theater onvoldoende. Ja. Maar volgens mij is er voldoende ander cultureel aanbod. Die variatie zit hem dan in de horeca, wat u betreft. Ja, als zie je dat daar nog wel ook wel een kwaliteitsslag mag komen, vind ik. Hè. En dat geldt voor de retail ook. Maar ik zeg, in basis is het wel aanwezig. We communiceren het alleen slecht en we vertellen het slecht. Ja. U gaat ook nog het aanzicht van het centrum aantrekkelijker maken met hulp van het Gevelherstelfonds. Nou, volgens mij zit daar maar heel weinig geld in dat gevel. Geloof ik, hè? Een ton. Nou, wat kunnen we ervoor doen? 5 geveltjes opknappen? Ik geloof 10. 10? Dat zijn er toch weer 10. Nou, 2017 nog een keer 10, geloof ik. Mag u dat bepalen? Nee, mag ik zeker? Nee. Het fonds van de gemeente ga ik helemaal niet over. U gaat het aanzicht van het centrum aantrekkelijk maken met behulp van het herstelfonds. Hoe gaat u dat dan doen? Een van de zaken die we met elkaar moeten doen is, ik had het al over verbinding. We moeten veel meer verbinding zoeken en veel meer elkaar op gaan zoeken. Ja. Als ik nu hoor dat een pandeigenaar ergens wat wil en wil investeren en zijn historische karakter wil terugbrengen. En ik hoor aan de andere kant een artwinkel die iets wil in Hilversum, zoekt een plek. Ja, dat moet gewoon bij elkaar komen. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Dat moet vooral een beetje mijn rol. Ja. Ik pak er nog eentje. U heeft er ook nog even over de Eurobioscoop gehad. Ja. U zei, als het aan mij ligt, komt hier een concept dat te vergelijken is met de nieuwe markthal in Rotterdam. Met speciaalzaken, met verse producten. En dan komt er weer horeca. Nou is daar volgens mij door de gemeente een tender voor uitgeschreven. Ja, geloof ik ook. Ja. Daar mogen allerlei bedrijven op inschrijven. Ja. Heeft u dan een of andere rol dat u dat mag bepalen wat erin gaat komen? Nee, ik heb er wel mijn vinger op gestoken toen het ging over een beoordelingscommissie. Dacht van nou, dat... Daar wil u wel in zitten. Daar moet de centrummanager in zitten, vind ik. Ja, nee, dat ben ik serieus. Ik bedoel, ja, dat is een... volgens mij een uniek gebouw, een unieke plek. Beurt als u zegt van, dat erin moet komen, terwijl allerlei bedrijven nog moeten gaan inschrijven? Nou, kijk, als iemand mij vraagt van wat zou jij erin willen hebben, dan geef ik daar gewoon een antwoord op. En ik denk dat een prima invulling is. Dat staat helemaal los van de tender. Daar ga ik helemaal niet over. Okay. Die fase is volgens mij ook nog helemaal niet aangebracht. U gaat nu beginnen, hè? We gaan zo meteen afronden. Wat zijn uw eerste targets? Wat gaat u nu als eerste doen in Hilversum? Behalve kletsen, maar waar richt u zich op?
Nou, kijk, de organisatiegraad bij de retailers, daar hoor ik van heel veel verschillende ondernemers dat dat veel en veel beter moet. Dus ja. Dat is mijn primaire taak om dat eerst op te zetten. Ja. Er zijn retailers die van elkaar niet weten wat ze doen, dat ze überhaupt in Hilversum zitten. Dus dat is mijn primaire taak om daar eerst mee te starten. Daar hoort bij een jaarplan die we voor 2016 nog moeten opstellen. Ja. Dus dat is al heel snel en ook moeten uitvoeren. Oké, als we hier naar volgend jaar, laatste vraag. Als we hier volgend jaar weer om tafel zitten, waar mag ik u dan op afrekenen? Poeh, een hele lastige laatste vraag. Ja. Nou, ik heb het een beetje opgebouwd. Heel goed. Heel concreet kan ik hem niet maken, maar misschien moeten we daar op andere momenten over doorpraten. Maar ik vind als er een, en dat merk ik eigenlijk wel een beetje, een soort van flow ontstaat in Hilversum van partijen die elkaar meer gaan opzoeken, ook elkaar meer belang gaan inzien. Daar mag je mij op afrekenen. Dus als we volgend jaar hier weer zitten en partijen gaan rollenbollen over straat, dan mag je tegen mij zeggen, meneer Vosjan, wegwezen. Nou, meneer Vosjan, ik ga in ieder geval heel veel succes toewensen. En we zijn heel benieuwd wat er van komt. En misschien zien we elkaar volgend jaar weer. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel. There's a lot to say how to live this life. While flipping the coin, you sometimes get burned. Raising our voice, if this world falls apart, let's be ready, ready for more. And there's a lot to learn if you share yourself. You look through your lens, you question the rules. You find some are true. Depends on who's who. The best thing to do is follow your heart. 'Cause it's a big, big world, a pocket full of dreams. It's a big, big world where it's easy to get lost. It's a big, big world. And are you ready to build a world with you and me? If you wanna be a freedom fighter, come and dance with me. If you wanna stay home, protect your boundaries. If you wanna rule the world, you can be a winner. If you choose a world for you and me, yeah, you and me. 'Cause it's a big, big world, a pocket full of dreams. It's a big, big world where it's easy to get lost. Big, big world. It's a big, big world. It's a big, big world. It's a big, big world. And are you ready to build a world with you and me? And there's a lot to hold on to, like families and friends. Yeah, the song we all sang, the dream that's gonna help us through. 'Cause it's a big, big world, a pocket full of dreams. It's a big, big world where it's easy to get lost. It's a big, big world. It's a big, big world. And it's a big, big world. It's a big, big. Build a world with you and me, you and me, you and me. And are you ready, ready, ready for a big, big world? Okay. We hebben het er natuurlijk al eerder over gehad aan tafel, de vluchtelingenkwestie. Toen was er nog niet heel erg goed bekend wat precies de rol van Hilversum gaat worden daarin. Inmiddels is er bekend dat er een aantal vluchtelingen gehuisvest gaan worden bij Krailo. Wordt dit ook hun eindstation en hoe gaat het allemaal precies in zijn werk? Daarover heeft Boy het nu aan tafel met een aantal raadsleden. Ja,
En ik heb niet zomaar raadsleden aan tafel. Ik zal ze even voorstellen. Annemarie Den Daas, D66. Hallo. Hans Roos, Hilversum 1. Afrika Vreugde, Heel ChristenUnie. Hartelijk welkom. Ja, Suzanne zei het al. Alle vluchtelingen gaan de kruilen. Bent u opgelucht? Nou, opgelucht? Ja, nou ja, dat er gewoon allemaal naar één locatie gaat. Dat er geen vluchtelingen in Hilversum komen. Dat hier geen locaties komen. Nou, wacht even. Nee? Niet in Hilversum is natuurlijk feitelijk onjuist. Maar ja, okay. Want het is wel degelijk Hilversum. En het is noodopvang. Dus dat betekent dat er heel veel zijn. Grote groepen, dat wil het COA zo. Ja. En Kruilo is natuurlijk in dat opzicht gewoon een uitgelezen plek. Om zoveel mensen, het was tenslotte altijd al een asielzoekerscentrum, om zoveel mensen te kunnen huisvesten. Ja. Dus het is wel een goede oplossing. Moet u de microfoon erbij zetten? Want... Ja, dat wil ik. Ja. Zo? Ja, prima. Dank u. Geen moord missen. Nee. Oké. Okay. Meneer Roos, uw mening over Kruilo? De gekozen oplossing? Kijk, dit is een gezamenlijke oplossing die de regio heeft bedacht. Ik denk dat binnen de mogelijkheden van de regio een goede oplossing is. Ik zie geen grootschalige opvang in de stedelijke omgeving van Hilversum gerealiseerd. En wat dat betreft sluit ik me wel aan bij wat mevrouw Den Daas erover zegt. Dit terrein heeft natuurlijk al een geschiedenis met de opvang van vluchtelingen. Dus ja, dan steekt hij er toch een beetje met kop en schouders bovenuit als je naar een locatie zoekt. Oké, mevrouw Vreugdeel. Ja, hoe het in de toekomst is, dat weten we natuurlijk nog niet helemaal zeker. Nee. Maar vanaf het begin ervan hebben wij toch gezegd van nou, waarom niet Kruilo opnieuw? Ja. Het terrein is ervoor geschikt, je kan het zo weer klaarmaken. Ja. En de provincie werkt een beetje tegen, maar wij zijn ontzettend blij dat het nu gewoon een locatie is. Maar, en je kan natuurlijk zeggen van ja, het is een beetje ver van de bewoonde wereld, maar als je in relatie tot Bussum valt dat best wel mee. Ja, wat mij opviel in de berichtgeving, er waren een aantal locaties voorgesteld, ook in Hilversum, en die zijn allemaal afgekeurd. Hebben wij in Hilversum dan blijkbaar geen idee wat er nodig is voor vluchtelingenopvang? Nou, je loopt aan tegen de eisen die het COA stelt. Ja, het COA is te streng dus eigenlijk. Oh, ik weet niet of het te streng is, maar zij hebben liever locaties waar je 1000 plus personen kunt ontvangen. Het heeft gewoon een logistieke reden voornamelijk. Ja, dat is voor hen beter te handelen. Ja. Ja. Dus dat is de enige reden. De overheid, hè, de alle diensten, daarvan vindt COA dat het beter op één locatie kan. Het is gewoon goedkoper, zo simpel is het. Hoe verloopt die opvang nu? Want er waren laatst ook wat negatieve geluiden over Kruilo. Ja. U begint te glimlachen, maar... Dat bedoelt u niet zo waarschijnlijk? Nee. Nee? Kijk, het is... wij hadden dit verwacht. Het is logisch dat er in het begin aanloopproblemen zijn. Ja. Wij hebben in onze achterban al lang van tevoren heel veel aanbod gekregen van vrijwilligers. Mensen die heel enthousiast waren. En we hebben steeds gezegd, jongens, wacht nou af tot het goed geregeld wordt. Ja. Ga niet zomaar een mailtje sturen van ik ben Truusje en mijn nummer is 06 hupplepup. Ja. Maar dat moet goed geregeld worden, want anders wordt het gewoon een zootje. En op dit moment is het nog steeds zo dat er meer vrijwilligers zijn dan vluchtelingen. Maar voor de continuïteit van de vluchtelingen in de toekomst is het wel nodig dat je dat heel goed gaat regelen. Ja, maar ik denk niet dat er... Want er wordt nu gesproken over 1200 straks op Kruilo. Zoveel vrijwilligers krijgen we niet, denk ik. Hè? Nee, maar mevrouw heeft wel een punt. Kijk, het is op zich natuurlijk fantastisch dat er mensen zijn die zich als vrijwilliger aanmelden om daar wat vrijwilligerswerk te doen. Maar dat moet wel gecoördineerd worden. Ja. En als dat niet het geval is, want het Leger des Heils die daar nu in eerste instantie voor wordt ingezet, ja, die blijft daar ook niet eindeloos zitten. Hè, dus dan zul je toch een slag moeten maken en dan is de inbreng en ook de inzet van vrijwilligers ongelooflijk belangrijk. Ja. Maar je moet het goed organiseren. Ja. Er wordt gesproken over 1200. Hè. Theoretisch hebben we dus eigenlijk over een jaar of twee jaar gewoon 1200 woningzoekenden erbij. Toch? Nee. Volgens de staten zouden worden, hebben ze toch... Nou, daar wil ik wel wat over zeggen. Wonen. Want dat is natuurlijk een heikel punt. Ja. Kijk, die 1200 mensen die komen in een noodopvangsituatie terecht. Die mensen die er nu zitten, zitten in een crisisopvangsituatie. Het is allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dat betekent, de noodopvang wordt helemaal geregeld door het COA. Ja. Daar staat de gemeente ook niet voor aan de lat. Nee. Dat wordt helemaal betaald.
Maar op enig moment, en wij weten natuurlijk nooit van die 1200 mensen welke mensen op welk moment een status krijgen. Nee, oké. Maar als ze dan een status krijgen, dan heeft het Rijk ook bij alle plaatsen in het Gooi een opgelegd hoeveel statushouders je moet huisvesten. Ja, dat is, dus gewoon, dat is altijd al zo. Dan noemen we statushouders dus gewoon een aantal woningzoekenden daarbij. Dat zei ik. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Oké. Okay. Nou, lees ik dus op een gegeven moment. Nou, er zijn natuurlijk al een heleboel woningzoekenden sowieso in Hilversum in het Gooi. En nou, we willen niet dat die gaan lijden onder het feit dat er allerlei anderen komen. Die dan voor zouden gaan. Dus nou wordt er voorgesteld om dan maar een aantal kantoorgebouwen te gaan verbouwen tot woonruimte. Leegstaande panden. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, ik vind het een. Ja? Ja. Ik vind het echt een prima idee. Want wij hebben vanaf het begin ervan ook gezegd. Die woningzoekenden in Hilversum, daar moet het niet ten koste van gaan. Nee. Want dat kan je gewoon niet maken. En hoe ga je dat nou oplossen? En wij zijn ontzettend blij dat de regelgeving daarin ook veranderd is. Kijk, eerst was het zo dat een statushouder een zelfstandige woning moest hebben. En gelukkig is de regelgeving zodanig veranderd dat je dus ook woonruimte kunt hebben met een gedeelde badkamer, met een gedeelde keuken. En dat geeft veel meer mogelijkheden, met name voor ook voor alleenstaande mensen die hier zijn komen wonen. En dan kan je zeggen van, natuurlijk wil je deze mensen dan goede huisvesting bieden. Maar je weet niet voor hoe lang ze status krijgen. Nee. Het kan ook wel zijn dat de regelgeving zo wordt dat je een voorlopige status van 5 jaar krijgt. Nee. En dan, het is zoals het is. Ja. En dan is het denk ik ook niks mis mee dat die huisvesting ook niet zo super deluxe is. Dat kan helemaal niet anders. Maar hadden we die kantoorgebouwen al niet veel langer ook kunnen gaan verbouwen voor de normale woningzoekenden dan? Ja, moet u horen, ik vind dat er veel te makkelijk gesproken wordt over het even verbouwen van een kantoorpand. Ja, dat is lastig. He, dat is een hele ingewikkelde en ook dure affaire. En als je kijkt naar de kantoorpanden die hier in Hilversum leegstaan, dat is voor 90% zijn dat kantoren die gedateerd zijn. Ja. Die staan op bedrijventerreinen. Die ga je niet zomaar eventjes inrichten als kwalitatief goede huisvesting. Nee. Ik heb ook om die reden, want het is heel terecht dat u dat zegt, die statushouders die moeten wonen. Vandaar dat ik in de laatste raadsvergadering ook gepleit heb om een deltaplan sociale huisvesting in de hele regio van kracht te doen laten zijn. Onze wethouder van wonen, die is nu weer heel hard bezig om een hele dikke woonnota te schrijven. Ja, daar kom je er niet mee. Hè? Maar, Jan Schever die zei het in zijn tijd al. In gelul kun je niet wonen. In gelul kun je niet wonen. Nee. Dus er moet gebouwd worden. Ja. En dat kun je niet als Hilversum alleen. Dat zul je dus in de regio ook vorm moeten geven. Ja. En nu het moment om het te doen. Ja, er moet nu wat gaan gebeuren. Ook aan het bouwen. Absoluut. Sowieso. Er moet een injectie krijgen. Maar het is wel een beetje vreemd, vind ik dan, dat nu opeens de urgentie van die woningzoekenden wel wordt gezien. Om nu te gaan bouwen, dankzij de vluchtelingen. Je kan het ook anders bekijken. Je kan er ook positief naar kijken. Door gewoon te zeggen van, nou oké, er staan bijvoorbeeld, door alle veranderingen in de zorg, staan er bijvoorbeeld bejaardenhuizen leeg of verpleeghuizen. Daar kun je ook jongeren huisvesten. Ja, daar gebeurt niks mee. Ja. En dat wordt dan nu aangegrepen om daar op wat voor manier dan ook huisvesting van te creëren. Ja. En is het niet voor de asielzoekers of voor de vluchtelingen, dan is het misschien op termijn wel voor de, inderdaad, voor de jongeren of voor statushouders van andere terreinen. Dus je kan er van alles mee doen. En wees nou maar blij dat het kan. Wees nou maar blij dat wij nog panden hebben en dat wij nog ruimtes hebben waar die mensen in gehuisvest kunnen worden. Want anders hebben we nog een veel groter probleem. Ja. Even nog een dingetje wat ik las ook in de krant. Die mensen die nu in Kruilo zitten, die kunnen pas in maart starten met een asielprocedure. Dat is toch eigenlijk veel te lang, of niet? Ja, nou, het is wel begrijpelijk, dat gezien de hoeveelheid asielzoekers. Maar het betekent wel dat je er wat mee moet doen. Dat je niet die kunt mensen zeggen, mogen niks, hè? Nou, dat is relatief. Want als je daar een beetje. Je ziet ook dat het Leger Zeils daar heel creatief mee omgaat. Ja. Laten ze collecteren dan. Of zo. Nee. Dat zou misschien wel aardig zijn. Ja, ik bedoel maar even. Ja, en je ziet ook wel dat er wel wat verschil van mening is tussen de opvatting van het COA en de opvatting van het Leger Zeils. Ja. Die gaat heel erg uit van een herstelvisie. En die is dus ook bezig om zoveel mogelijk die mensen zelf te laten doen. Ja. Ze hebben een bewonersraad opgericht. Bijvoorbeeld. Maar ze mogen niet werken.
Nee, maar nee. Je kunt wel... Nee, maar ze wat taalles hebben? Ze krijgen nu gewoon onderdak, volgens mij. Dat is primair waar crisisopvang voor is. Ja, de kinderen gaan naar school. Ja. 3 dagen. Ja. Ik wou trouwens nog even... Ja, die 1200 schiet me nu even te binnen. De VVD in Bussum, die zei op een gegeven moment... Wij willen ook invloed hebben op de samenstelling van die 1200. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, hoeveel gezinnen, et cetera. Wat vindt u van zoiets? Nou, ik weet niet of je daar als raad of als gemeente invloed op moet willen hebben. Ik ga ervan uit, maar dat is misschien wishful thinking, dat het COA ook wel zorgt dat daar een gemengde samenstelling terechtkomt. Ja. En dat het niet zo is dat het van het een of het ander veel te veel is. Want dan krijg je natuurlijk in zo'n enorme groep gewoon gedonder. Ja. Wat je nu ziet, is het een vrij gemengde populatie. Ja, ik ben er geweest. Ik heb ook gehoord, 30 mannen, 30 vrouwen, ja, 30 gezinnen, kinderen zou ik weten. Ja. Ja. Ja, wat ik eigenlijk van belang vind, is dat de screening van die mensen... veel sneller gebeurt. Ja. We krijgen nu dan vandaag krijgen we een brief van het kabinet dat ze daar wat meer actie op gaan ondernemen. Dat die procedurele kant van de zaak wat sneller gaat. Ja. Dat is ook in het belang van die mensen die daar zitten. Absoluut. Maar ja, het gaat wel allemaal heel erg traag. Ja, dat is inderdaad heel vervelend. Maar dat zie je over de hele breedte van dit probleem. Ja. Europa komt heel erg laat op in actie. Ja. Men loopt in dat hele proces een beetje achter de feiten aan. Ja. De gemeente Hilversum, even als laatste onderwerp om even. De gemeente Hilversum die heeft 500.000 gereserveerd voor vluchtelingen. Is dat niet een beetje weinig? Nou ja, wat ik net al zei, dat COA reserveert of het betaalt in feite de noodopvang nu op Bijlo. Dat gaan ze betalen. Maar natuurlijk zijn er bijkomende kosten, perifere kosten, die je maakt bijvoorbeeld door extra onderwijsplekken, door dat soort dingen te gaan regelen. Ja, dat kost natuurlijk geld. En we zullen dan niet een beetje weinig? Nou ja, dat zal wel. Ja, wat had u gedacht dan? Ja, nou, ik ga niet bieden hierin hoor. Nee, maar als ik hoor 500.000 en... Nee, maar het college heeft er ook bij gezegd dat dit zeg maar niet de bloody limit is. Nee. Maar het is een begin. Ja, je moet wat. En tegelijkertijd is het ook nog zo dat er natuurlijk bij Den Haag of in Den Haag op aangedrongen wordt om gewoon heel veel van die kosten terug te geven aan de gemeente. Want wij staan aan de lat. Ja. Oké. Nou, in ieder geval, de gemeente doet al iets. U doet ook allemaal wat. Nou, en er zijn heel veel vrijwilligers doen dus heel erg veel. En juist als je de asielzoekers zelf heel veel zelf laat doen, dat bespaart ook nog kosten. Ja, oké. Nou, ik dank u voor uw bijdrage aan deze discussie. Ja, en het onderwerp zal ongetwijfeld weer een keer op de agenda komen. Ja. In de raad, maar ook hier aan tafel. Dus hartelijk dank. Ja. Nou, dan ga ik hem afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken vanavond. Volgende maand zijn we er uiteraard weer met allemaal nieuwe onderwerpen aan tafel. Houd ons ondertussen vooral in de gaten op onze website. Wij gaan eruit met nog een laatste nummer van Riders Day. Rats, bags born in urban slums. Counterculture on robbers and fumes.